ICT-week Suriname is vanmorgen gestart met de 39e Executive Council of Vergadering van Directeuren. Het thema van de week is Digital Transformation, Do It. Dit thema moet gezien worden in het kader van een digitale toekomst. Dit zegt Wendy Klas Yapayou, waarnemend directeur van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS. Zij geeft aan waarom er een directeurenmeeting voorafgaand aan de officiële opening van de ICT-week wordt gehouden. Minister Vijay Chutkan van OWTNC geeft aan dat de regering in 2011 een start heeft gemaakt met het e-government platform. Dit was ook de voorbereiding op de intrede in het digitale tijdperk. De Executive Council meeting is eigenlijk de start van de ICT Week en is de vergaderingen van alle ICT-ministeries van de geheel Caribische regio om te praten over de stand van zaken met betrekking tot ICT in hun land. Vanaf toen tot heden denk ik dus dat wij toch wel wat e-government betreft, dus voor de overheid, sect, redelijk wat projecten hebben kunnen uitvoeren. We hebben een voorsprong wat de regio betreft met betrekking tot onze EID. Daar hebben we niet alleen uitgevoerd, we zijn niet alleen in de uitvoering, maar we merken dus dat het wel goed gaat. Dat dus het wel wordt gedragen en dat de gemeenschap natuurlijk ook uitkijkt naar meer mogelijkheden. De bewindsman zegt verder dat digitaliseren gewoon een noodzaak is. De dienstverlening wordt volgens hem hierdoor geüpgraded en efficiënter. Ook worden de processen en procedures effectiever uitgevoerd. Dus het is in principe niet eens een vraag van moet je het doen? Je gaat het moeten doen. Wil je natuurlijk competen in de regio? Wil je ook als overheid, als regering je zaken op tijd gedaan krijgen, om het zo aan te geven, dan ga je met de ontwikkeling mee moeten gaan. We hebben een voorsprong, merk ik, wat de regio betreft met onze EID, dus dat stukje sowieso meegenomen. En wat we natuurlijk in deze ICT Week gaan doen, is alle mogelijkheden met alle stakeholders, maar zeker ook met belangstellenden, uitwerken en bespreken, maar ook laten zien de mogelijkheden die er zijn. Om dus een stukje uitbreiding te doen, om die efficiëntie in te bouwen, die convenience die men vaak genoeg graag wil, om dat ook door te voeren. Maar zeker ook een heel belangrijk moment voor de private sector om te gaan kijken hoe dat stukje samen met de overheid meer gestalte kan gaan krijgen. Vijay Chutkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie. We spraken hem en de waarnemend directeur van de TAS, Wendy Yapayou, vanmorgen tijdens de 39e directeurenmeeting. Deze vergadering is gehouden voorafgaand aan de officiële start van de ICT-week. De meeting is gehouden in de bankethal van Hotel Torarica.